De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Verrier, heeft met alle onderwijsbonden kennis gemaakt. Tijdens deze kennismaking heeft ze de bonden geïnformeerd over de aanpassingen binnen het onderwijssysteem. De minister stelt dat binnen het Caribisch gebied momenteel grote onderwijshervormingen plaatsvinden. Aan deze hervormingen zal Suriname ook meedoen. In CARICOM-verband is reeds een strategie ontwikkeld waarbij de verschillende onderwijsniveaus naadloos op elkaar aansluiten. Deze strategie heet Human Resource Development 2030 Strategy en is goedgekeurd in 2017. Volgens dit systeem zal er ruime aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de mens, te beginnen bij kinderen van 2 jaar.